We gaan een hommage musical brengen aan die twee grote figuren uit de geschiedenis van de Vlaamse showbiz, Gaston en Leo. Een heel mooi, eerlijk verhaal over twee mannen waarvan we denken dat we ze allemaal kennen, maar we kennen de façade, de voorkant. En nu gaat het de achterkant leren kennen. Wat gebeurde er achter de scherm? Heerlijk entertainende voorstelling die een inkijk geeft in de backstage van het theater en van het leven. Het gaat over twee iconische personages, hè, waar iedereen een beeld bij heeft. Dus we hebben ook fantastische acteurs nodig die beslagen zijn om in die grote schoenen te stappen. We konden op zoek gegaan zijn naar imitatoren. Hè. Dat hebben we niet gedaan, heel bewust niet gedaan. We zijn op zoek gegaan naar steengoede acteurs die op een oprechte, eerlijke, authentieke manier die twee personages kunnen vertolken. En wat mij ook heel belangrijk leek, dat is die ontzettend mooie muzikaliteit in die mengelmoes tussen Gens en Antwerps. En op zo'n manier kwamen we dan terecht bij Warre Borgmans en bij Jurgen Delnaat. Ja, het is wel wat. Zijn monumenten. Nu, de kans die je krijgt om een monument terug tot leven te wekken, dat gebeurt niet alle dagen. Ikzelf vind het ook heel goed dat het nu gebeurt, dat het niet binnen 50 jaar gebeurt of zo, nu dat ze nog in de herinnering leven. Ik ben daarmee opgegroeid met de shows, met de oudejaarsconferences. De platen stonden in de platenkast van mijn ouders. Ik heb ze ook twee keer live aan het werk gezien. Eén keer een sketchenshow en één keer in een theatervoorstelling, Boeing Boeing. Was dat? Dus dat is daar. Dat is een stuk van mijn jeugd. Dat is ook een reden geweest om zelf ooit te beslissen van, ik wil daar ook gaan staan op dat podium. We hebben een heel goed script. We hebben met Frank van Laken en Kobe als schrijvers hebben we echt de twee mensen op de juiste plaats. En Frank is de man om zoiets te enceneren. Dat voelt je ook aan zijn grote, grote betrokkenheid. Dus dat is allemaal in orde. Dat is allemaal een duwen in de rug. Fans die kunnen 10 keer komen zien, die zullen elke keer nieuwe hints naar sketches zien en nieuwe tips. En dat zit er allemaal in verweven. Letterlijke sketches ga je niet zien. Je gaat niet Joske Vermeulen zien. Je gaat wel zien hoe dat het ontstaan is, zo'n sketch. Maar, en dat is het knappe aan Frank, die heeft heel veel scènes wel in een sketchvorm geschreven. Zodat je toch de vertelstructuur die Gaston en Leo altijd gebruikten, zodat je dat toch herkent. Ja, dus het parfum van de sketch zal alomtegenwoordig zijn. In de gewone scènes die tussen die twee mannen gespeeld worden, daar ruikt het altijd naar een sketch. Ja, schieten, hè? Ja. Zeg maar, zitten gaan naar. Ja, gegroeid, hè? Gegroeid? Ja. We willen ze ook echt terug in de schijnwerpers zetten. We willen ze echt ja, de eer geven die ze toekomen, alsof we ze een borstbeeld of een standbeeld zouden geven. Maar dan een levend standbeeld. Ik denk dat het evident is dat die twee mannen een eerbetoon verdienen. En wij gaan er alles aan doen om hen dat dan ook ten volle te geven. Ik kan daar niks meer aan toevoegen.